Cilinders, kleppen, turbo's en andere typische autotermen dreigen uit te sterven. Met de komst van de elektrische wagen worden lithiumbatterijen, elektromotoren en laadtijden de kernwoorden in het discours van autobrochures. Elektrische wagens, dat is een hele andere woordenschat. Maar dat betekent niet het einde van het pure ouderwetse rijplezier. Dat bewijst deze Tesla Roadster. De Tesla Roadster ziet eruit als een echte sportwagen, zoals een Lotus Elise bijvoorbeeld, waar hij ook heel wat elementen mee deelt. Hij biedt een lage zitpositie, een direct stuur en een sportieve ophanging en daarmee ook heel wat rijplezier. Op één vlak verschilt hij echter grondig van de traditionele circuitbommetjes. Hij heeft geen benzinetank, maar wel batterijen. En heeft geen ingewikkeld motorblok, maar een eenvoudige en krachtige elektromotor. En die maakt geen geluid, maar hij levert wel prestaties. Je duwt op het gaspedaal en van de eerste fractie van een seconde heb je meteen full power. De Tesla Roadster Sport is goed voor 288 pk, maar vooral voor 370 Nm koppel bij zowat elk toerental. En dat is goed voor een sprint van 0 naar 100 km per uur in amper 3,7 seconden. En verschroeiende tussensprints. En dat is niet elke sportwagen gegeven. Straf, hè? En dat allemaal zonder uitstoot of zonder kabaal en CO2. Ook tanken is overbodig. Leg hem net zoals je gsm aan de stekker, 's avonds of tijdens je werk. En hij staat altijd klaar voor de meest ecologische plezierrit die je kan inbeelden. Ze spreken bij Tesla van een autonomie van 350 km. Volgens onze test zit het tussen de 200 en de 350 naar gelang je weggedrag. Maar wat als je voluit gaat, full speed in elke bocht op een circuit? Want ze zeggen wel dat hij even snel optrekt als de nieuwe Porsche Turbo. Nu, dat willen wij toch nog wel eens zien. En tegen welke chronotijd zal hij zolder afmalen? AC/DC, Jeffy. Oh man, 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 PK's, PK's. Het remmen laait de batterijtjes terug op. Dus ik kan best veel remmen. De vogeltjes blijven gewoon rustig in hun boom zitten en doen alsof dat er niets gepasseerd is. Oh jongen, dit is echt de toekomst. Het is zo fantastisch gewoon. Kom maar, we gaan onze ronde beginnen. En ja, we zijn weg. ABS. Schitterend. Het stuur is ietsje zwaarder als bij de Lotus. Oh jongens, ik moet me echt concentreren. Topsnelheid op het einde van het rechterstuk. 180, schitterend. Op de gas moet ik mij wel aanpassen. Toch zalig. Niemand hoort iets. En hij is nog zo snel ook dat ook niemand iets ziet.